Een lening, de vaste lasten, boodschappen, onverwachte kosten. Hoe krijg je en hou je dat op de rit? Dit is de podcast over geld met Nico Zwaneveld en Ria Kosterlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over geld. Ik ben Nico Zwaneveld. En ik ben Ria Kosterlijk. Dag Ria, fijn dat je er weer bent. Dag Nico, zeker weten. We hebben wat leuke onderwerpen in deze aflevering, want we gaan het hebben over faillissement. Of vind je dat leuk? Ja, er zit een leuke boodschap in voor de luisteraars. Oké, want lijkt me niet een pretje. We gaan het hebben over de kassabon. Oh, ja. En wat kun je doen om online oplichting te voorkomen? Ja, ik heb maar één antwoord natuurlijk. Niet online kopen, maar daar komen we niet meer mee weg. Nee, zeker niet met de huidige lockdown en alles. Nee. Maar laten we eens beginnen met faillissement. Wist je dat als een leverancier failliet gaat, dat jij als consument niet per se 100% de dupe bent? Nee, nou ja, of je 100%. Maar gewoon, je bedoelt gewoon van mijn meubelleverancier gaat failliet en daar heb ik net meubels besteld en daar kan ik nog claimen? Je zou nog wat kunnen doen. Zoals nu met de energiemaatschappij, want vorige week hebben we het gehad over het omvallen van mijn energiemaatschappijen. Ja. De derde energiemaatschappij is ondertussen omgevallen. Oh, ik heb er nog niks van gehoord. De energieleverancier Allure Energie. Oh, Allure. En hem is degene die de klanten overneemt. Oh, maar gelukkig. Ja, Allure Energie, die is ook ondertussen omgevallen. Maar we gaan het niet hebben over het omvallen. Het omvallen zelf. Daar hebben we vorige week genoeg over gesproken. Mm-hmm. Maar een heleboel mensen, vooral consumenten, realiseren niet wat zij moeten doen als hun leverancier omvalt. Nee. We kunnen allemaal boos worden van gelijk in de slachtofferrol kruipen. Maar er blijkt wel degelijk iets te zijn wat we nog kunnen doen. Een heleboel consumenten realiseren zich niet dat er bij een faillissement een curator wordt aangesteld. Een curator is een vertrouwenspersoon die verantwoordelijk wordt gesteld. Afhandeld, ja. Inderdaad. Ja, ja. En een van de dingen die de curator doet is hij gaat kijken waar is nog geld uit te halen. Hij gaat ook kijken wie zijn de schuldeisers. Ja, ik denk trouwens in zo'n geval, en ik weet waar je naartoe wil nu, maar dat heel veel mensen denken, ja, die paar honderd euro. Ja, nou, daar krijg ik natuurlijk toch nooit iets van terug. Ik denk dat ook een beetje tegenhoudt. Hè? Ja. Want je moet je natuurlijk aanmelden. Je moet komen met bewijzen dat je dat nog krijgt. Zou dat ook niet? Dat zou meespelen. En bij een heleboel faillissementen heb je schuldeisers zoals de Belastingdienst. Mm-hmm. Ja, de Belastingdienst die gaat altijd voor. Dus je hebt zogenaamde preferente schuldeisers. Mm-hmm. Dat zijn schuldeisers die eerst komen voordat de rest aan de beurt komt. Ja. Maar als consument, en zeker als ik bijvoorbeeld bij Welkom Energie, ik heb allemaal geld gestort, mijn voorschotten. Oh ja, ja, ja. Dat is geld wat in feite gewoon van jou is. Het is van mij. Ja. Ik heb het betaald. Ja. Dus als je hoort dat een leverancier failliet is, en in dit geval bijvoorbeeld bij Welkom Energie, of als je bijvoorbeeld klant bent bij Allure, zorg dat je erachter komt wie de curator is. En die curator wordt doorgaans vrij snel bepaald. En meld je aan als schuldeiser. Hoe kun je erachter komen dat je wie de curator is? Waar kun je dat vinden? Nou, doorgaans wordt dat gepubliceerd. Er zijn websites waarin faillissementen worden gepubliceerd. Oh, zo, ja. En ja, dan kun je ook zien wie de curator is. Ja. En als je het echt niet meer weet, gebruik Google. Google weet alles. Bijna alles. Ja, ja, nou ja, goed. Maar je moet dan even weten dat het punt 1 kan. En weten waar je moet zoeken natuurlijk. Hè? Want dat is dan het vervelende van. Dat heb je er dan ook nog bij. Hè? Dat telt natuurlijk ook voor heel veel mensen. Ja, dat gedoe. Ja, maar het is wel jammer. Google starten, naar de zoekpagina gaan. Ja. Curator met een C. Ja, ja. Welkom Energie. Ja. Enter. Ja, zo simpel als dat. Waarschijnlijk meteen. En dan zie je wie de curator is. En nu hebben we het over Welkom Energie. Ja, maar het maakt niet uit welke leverancier. Nee. Als die failliet is, is er een curator. En als er een curator is, dan kun je je geld gaan proberen te claimen. Ja. En misschien krijg je niet 100% terug. Nee. En wat betreft Welkom Energie en Allure Energie, je krijgt niet de welkomstkortingen terug, want dat is een korting die later verrekend werd. Maar wat jij hebt gestort, er is een reële kans dat je daar wat van terugkrijgt. Ja.
Ja, al is het maar de helft. En onder het motto niet geschoten is altijd mis. Juist. Kun je dat natuurlijk altijd proberen. Ja. Zou je het ook moeten proberen. Ja. En in het geval van Welkom Energie, om toch maar daar even op door te gaan. Welkom Energie heeft nog waarde in portemonnee. Ze hebben namelijk een aantal contracten die geld waard zijn. En de curator is op dit moment bezig om te kijken van wat kan ik daar uithalen. En ik heb laten vertellen, we hebben het over contracten met een waarde van 1,9 miljoen euro. Goeiemorgen. Dus op het moment dat die contracten verzilverd kunnen worden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er voldoende geld is, of in ieder geval geld is, wat terug kan naar... Ja, om in ieder geval relatief netjes te verdelen. Het wordt pondsponsorwijs wordt het verdeeld. Ja. En wat zou het zonde zijn als jij nou net niet die schadeclaim hebt ingediend bij de curator. Ja. En je hoort later van een familielid tijdens de verjaardag van, ik heb alles teruggekregen. Ja. En jij niet. En je had een stukje terug kunnen krijgen, had je maar je aangemeld. Ja. Dus bij faillissement niet gezitten janken. Kijk, je hebt nog mogelijkheden. Ja, dus maak daar gebruik van. Ja. Nou, dat is best wel iets waar, denk ik, heel veel mensen niet aan denken. Ja. En misschien helemaal niet weten. Ja, en het is wat je zegt, niet geschoten is altijd mis. Ja. De ene keer zal het makkelijker gaan. Ik hoop dat mensen heel weinig ervaringen mee hebben. Maar het kan je overkomen. Je hebt nog meer van die mooie dingen, zie ik. Of hoorde ik. Ja. ik heb me... Je staat te glimmen, Nico. Wat heb je gedaan? De kassabon. En je ziet, het is een onderwerp. Hij is hot. Ja. Als je in het nieuws kijkt, bij TV, bij Radar. Alle mogelijke plekken in de krant. Het wordt steeds benoemd. De kassabon. Ja. Daar wordt verteld dat Albert Heijn eigenlijk de grootste boosdoener is. Dat 1 op de 4 boodschappen gewoon niet klopt bij Albert Heijn. En bij Jumbo 1 op de 5. En al die de beste. Ja. Nou, dat gaat me aan het hart, hè? Dat soort van dingen. Dus wat heb ik gedaan? En, vast iets waar nooit iemand aan zou denken. Maar... Nou, misschien wel. Kijk, we hebben net gehad dat de Deens supermarkten allemaal zijn overgenomen. En een deel van die Deens supermarkten zijn overgenomen bij Albert Heijn. Dus we hebben hier in het dorp hebben we nu een Albert Heijn. Ja, hoera. En ik denk, inderdaad, hoe makkelijk kunnen ze het me maken? Ja. En bij de Albert Heijn hebben ze handscanners. Dus ik ben gewoon op een ochtend ben ik naar Albert Heijn gegaan. Met een, dat zal ik ook maar vertellen, met een nep bonuskaart. Want ik heb een bonuskaart aangemaakt op een andere fictief e-mailadres. Er komt straks staat Albert Heijn bij jou aan de deur. Geen garandeer. Ik wilde niet dat mijn scangedrag op enige wijze invloed heeft op mijn normale koopgedrag. Ik wilde daar gewoon boodschappen gaan scannen. Dus ik heb zo'n handscanner gepakt en ik ben gewoon de winkel doorgegaan. Nou, ik heb wel 40 producten heb ik gescand. Ik zie het je doen. Ik pak het uit het schap, scan de barcode, kijk van klopt de prijs vergeleken met wat er op de schap staat. En vervolgens wist je het. En zo heb ik 40 willekeurige producten gepakt. Producten die ik echt ook gebruik. Mm-hmm. Dus anders dan schiet je nog weer je doel. Ja, dus van suiker, koffiemelk, vlees, alle mogelijke producten. Groot, bier, wijn, de hele riedel heb ik gepakt. 100% goed. Nou, dat ik is denk, fijn. Oké, okay, goed. Dus ik had ondertussen wel dorst gekregen. Dus ik heb een blikje cola gepakt. En ik ben gaan afrekenen bij de zelfscankassa. En ik sta daar en dat ding wil maar niet verder. En komt er een dame naar me toe en zegt, ja meneer, kassacontrole. Ja, logisch. Jij hebt daar dat hele systeem in de war gegooid. Jeetje zeg. Die mensen zijn niet blij met jou hoor. Nee. Dus die ene bonuskaart gebruik ik ook niet meer. En uiteraard had ik mijn blikje cola goed gescand. En zij moest wel lachen, want dat ene product dat moest gescand worden. En vervolgens was ik geslaagd. Ja. Maar je raakt aan de praat. Heb je trouwens even tussendoor... Ja, heb je gezegd waarom je dat gedaan hebt? Ja. Aan haar? Ja, ik vroeg aan haar. Ik zeg van, hoe is het nou dat Albert Heijn op dit moment gewoon zo slecht in het nieuws komt vanwege foute kassabonnen? Ja. En ze zei van, ze kwam vanuit een andere filiaal. Mm-hmm. En ze vertelde van, wat er in werkelijkheid gebeurt, is we hebben aanbiedingen. Ja. En die prijskaartjes die hangen nog op het schap, terwijl in feite de aanbieding al afgelopen is. Dat gebeurt. Dan komt het niet aan elkaar overeen. Nee. Of iemand is vergeten om de aanbieding in de computer op te voeren. Dus het prijskaartje is en in de folder staat het, maar het staat niet in de computer. Ja. Ja.
Het zijn eigenlijk kleine menselijke fouten. Doorgaans door dit, menselijke fouten. Ja. Maar het bevestigde voor mij nog meer, als je niet je kassabon controleert, dan betaal je de hoofdprijs. Ja. En het kan wel tot 4 euro schelen op een product. En weet je, je ziet het natuurlijk niet altijd. Want als jij niet in de gaten hebt dat je een aanbieding hebt gekocht, zeg maar, niet zo gauw meer bij nadenkt, dan klopt die kassabon thuis. Maar als je dan in de folder kijkt en denkt, oh bliksem, ik had er 2 voor die prijs moeten hebben, of ik had zus of zo moeten hebben, dan pas kom je erachter en dan ben je te laat. Ja. Want je moet per se die kassabon in de winkel nakijken. Ja. En ik moet zeggen, ik doe het, hè. Ik doe het, want die enkele keer dat je het niet doet, dan heb je dus meteen bingo. Want dan kom je thuis en denk, chips. Ja, niet de chips, maar wat anders. En dan is het toch weer niet goed. Ja. Ik dacht, ik ga ook verder vragen. Dus ik ben gewoon een aantal andere mensen in de winkel gaan vragen van, hoe doe jij dat nou? Controleer jij wel je kassabon? Nou, het verbaast me hoeveel mensen het niet controleren. Doen, nee. En er waren een paar bij die dat wel doen. En één leuke tip die ik te pakken kreeg, was van een oudere dame. En die zei van, ik bereid mijn boodschappenlijstje voor thuis. Ja. En ik zet een sterretje bij alle producten die in de aanbieding zijn. Oh, dat is ook een idee. Ik zet vaak de prijs erachter. Dat ik weet, je pakt het uit de folder. En dan schrijf ik op van, oh ja, dat wil ik hebben. Of het is bijna op. Of weet je, dat soort dingen. Ja. En dan zet ik even de prijs erachter. En als dan die prijs niet klopt met wat daar staat, dan denk ik, hey. Hetzelfde idee. Ja. En direct kijken. Ja. Ik weet een aantal mensen die vinden die handscanners, die vinden dat een drama. Maar eigenlijk is het ideaal, want jij kunt gelijk bij het scannen. Dus als je het uit het schap pakt, kun je gelijk scannen. En je ziet direct, heb ik een probleem of niet? Jawel, maar wat doe je dan? Kun je dat allemaal onthouden? Kun je dat onthouden? Of, je hebt toch een boodschappenlijst? Jawel, nee, je hebt een boodschappenlijst. En ik heb die boodschappen zet ik in de kar of in de mandje, weet ik veel wat je gebruikt. Ja. Dan zul je die, in de kar gaat dat dan nog, rechts vooraan moeten zetten, ik noem maar iets. Bijvoorbeeld. Als je een kar vol hebt. Als jij merkt dat het regelmatig voorkomt. Ja, dan is het wel. Dan kun je ook zeggen van, ik doe een boodschappenmandje erbij. Oh ja, en dat zet ik op dat ene ding waar je normaal die kratten bier op kwijt kunt. En daar komen de boodschappen in die niet kloppen. Sta je bij de kassa en dan zeg je van, oké, deze zijn allemaal verkeerd geprijsd. En dan maak je het probleem van de kassière. Ja, die moet het gaan uitzoeken. Die is blij. Die volgende keer denkt ze, ik doe hem nou gauw even dicht, want die meneer staat weer in de rij. Dat is toch logisch. Ja, dat heb maar wat je een idee. Wat een idee. Ja. Want dat is ook helemaal niet. Ja. Maar zoveel mensen die niet controleren. Nee. Of zelfs als je een handscanner hebt, niet eens de moeite die nemen. Kijken waarschijnlijk. Om de prijs te controleren die op de handscanner staat. Ja, en dat is een kwestie van kijken. Ja. Want je kijkt of die goed gescand heeft. Dan kun je ook zien wat erop staat. Ja. Denk ik. Het is bijna het geld ligt voor het oprapen. Maar je moet wel even kijken. Ja, ik doe dus eigenlijk bijna nooit boodschappen bij Albert Heijn. Ook al omdat hij hier helemaal niet was. En je dus dan naar je buurgemeente moest om daar een paar dingetjes te willen hebben die hij dan wel heeft en iemand anders niet. Dus ik neem aan dat ik er nu wat vaker kom, omdat het nou in het dorp is. Dus dan kom je er langs. Ja. Maar ik heb dat inderdaad wel vaker gehoord. Ja, dat mensen gewoon blindelings de boel in de kar gooien. En en dat is toch een teken dat het ons veel te goed gaat, hè? Ja, absoluut. En winkels die al langer bestaan, daar is de kans groter dat dat wat probleem is. Want elke keer vergeet men ergens een kaartje weg te halen en jij moet het net tegenkomen. Ja, ik doe dan dus in dit geval bij de Voma boodschappen. En dan inderdaad, als je dat dan ziet, dat je prijs dus niet klopt, dan ga je daarmee naar de balie. En die lopen dan terug. Zeggen, mevrouw, oude prijs stond er nog op. Maar goed, jij krijgt altijd je geld terug. Ik moet zeggen dat ze daar ontzettend goed in dat soort dingen oplossen zijn. Ze zullen nooit zitten zeuren. Maar goed, jij hebt natuurlijk nog meer dingen uitgehaald. Want ik ben er van de week ingestonken. Of van de week niet. Ik ben een paar weken geleden ingestonken. Ik heb wat online gekocht. Ik heb wat online gekocht. En ik heb bij een nepbedrijf heb ik wat gekocht. En dan heb ik het veel te laat gerealiseerd. Jij? Ik, ja. Als mij dat nou overkomen was. Ja. Want ik ben daar niet zo handig in met dat soort dingen. Ik hou me daar eindelijk verre van. En jou gebeurt dat? Ja, ik ben daar zo alert op. En
Ja. Oké, ik ben ingetuind en ik had zoiets van, oké, wat heb ik nu anders gedaan dan anders, ja, waardoor ik niet alle stappen ben doorlopen die ik normaal gesproken doorloop? Net even op dat moment de oogklepjes. Ja. Want? Het was een aanbieding via een advertentie op Facebook. Het was voor wat waterdichte koffertjes waar ik graag gereedschap en dat soort van materiaal in stop. En eigenlijk was het een aanbieding, was te mooi om waar te zijn. Aha. Ik kreeg 2 koffertjes voor €30. Nico. Terwijl ik weet dat dat soort koffertjes, dat kost me doorgaans een €40 tot €50 per stuk. Ja, ja. Maar goed, ik ging er vanuit. Ik had op een website gekeken, zag er goed uit. Ja. Faillissementspartijen in mijn beleving, want anders krijg je dit niet voor elkaar. Dus Nederlands bedrijf misschien ook nog. Alles was keurig in het Nederlands. Ja. Nederlandse domeinnaam, voor zover ik mij dat kan herinneren. Want nou voel je me in feite al. Ja. En toch ben ik de mist in gegaan. Oh ja, met afrekenen, keurig met alles. Ideal betaald. Mm-hmm. En daarna? Eigenlijk voelde ik al nattigheid na het afrekenen. Stil. Normaal gesproken krijg je een bevestigings-e-mail. Ja. Ik kreeg geen e-mail. Dat is raar. Heb ik hem gemist? Kijken natuurlijk. In mijn spam kijken. Ja. En het is nu al een paar weken later. Ik heb nog steeds niks binnen. Maar je hebt nog steeds de pest in natuurlijk. Ja, want dat moet wel. Ik heb dit moeten toegeven richting mijn vrouw. Ik er ingetuind was. Ja. Terwijl ik iedere keer op hamer wat je zou kunnen doen. En wat zij zei, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het niet waar. Ja, inderdaad. Zei ze dat niet? Ja. Ja. Ik heb dingen gewoon niet gedaan. Nee. Gelukkig. Ik denk, je was zo geobsedeerd door, dit is mooi, dit wil ik nou eens, dat heb ik nodig. Dat je dat gewoon, en ik denk dat dat dus het punt is, dat is de crux waarom veel mensen de boot in gaan. Ja, ik had dit min of meer op een verlanglijstje, want ik ben niet zo van het impuls, soms ben ik een impulskoper, maar met dit soort van dingen niet. Maar altijd wel bedacht. Ik had zoiets van, ik wil een keer van die waterdichte koffertjes voor mijn gereedschap en microfoons en dergelijke. Ja, ja. En dan ben je er alert op en dan komt het voorbij en dan denk je van, yes, nu is het er. Ja, heb ik eindelijk ook eens een voordeeltje. Ja, inderdaad. Oei, wat jammer. Wat heb ik niet gedaan en had ik wel moeten doen? Allereerst, het was een onbekend bedrijf. Ik heb daar nooit zaken mee gedaan. Dat had in feite voor mij de trigger moeten zijn van, wacht even. Ja, de andere kant is, voordeel van de twijfel, waarom zou het niet goed gaan? Ja, het op een gegeven moment geloven. Ja, ja. Ik heb geen reviews gecontroleerd. Oh. En dat is een van de dingen die ik wel degelijk doe. En vooral ik kijk ook naar datums van reviews. Mm-hmm. Niet op de website van bedrijf zelf. Er staan altijd goede. Nee, gewoon onafhankelijke reviews. En ik wil vooral kijken naar de datum. Want de datum vertelt mij hoe lang bestaat dat bedrijf. Ja. 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 Ik heb geen reviews gekeken. Ik werd verblind door... Door je aanbieding. Door de aanbieding. Ja. En eigenlijk een beetje door je hebzucht van dit is voordelig en ik wil ze graag hebben. Ja. En dat is niet vervelend bedoeld, maar je was er zo op gespitst. Ja. Dus niet in de goede manier, maar helaas. Een ander ding wat ik eigenlijk altijd doe, is ik betaal achteraf of ik betaal met PayPal. Ja, ja, ja. Alleen nu betaalde ik met Ideal, want Ideal was eigenlijk de enige manier om te betalen bij de bedrijven. Eigenlijk... Oh, had dat ook al een centje moeten zijn? Ik weet namelijk, als ik met PayPal betaal of achteraf betaal, dan heb ik de goederen in huis en dan ga ik betalen. En met PayPal, dat is een constructie. Ik betaal wel nu, maar ik weet, als er een probleem is, kan ik me melden bij PayPal en zij gaan het voor mij opnemen. Ja, ja, het staat eigenlijk een beetje geparkeerd. Je kunt daar nog wat doen om te zeggen van, het is even niet goed gelopen. Ja. 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 En dan zijn er nog 2 andere dingen die ik ook wel eens doe, maar ook nu niet heb gedaan. Je zou kunnen kijken op de website van de politie. Politie.nl. En daar kun je op een aantal dingen kun je zoeken. Ik kan zoeken op het telefoonnummer van het bedrijf. Ja, ja. Bankrekeningnummer van het bedrijf. Maar ook op de domeinnaam. Er zijn duizenden websites, duizenden meldingen in deze databank. Ja. En zo simpel als het inkloppen van die gegevens, dan krijg je een melding terug. Het klopt of het klopt niet. Oh, dat meen je? Dat wist ik echt niet. Nee. Maar op de website van de gewoon www.politie.nl. Politie.nl. Oh. En dan kun je het natrekken.
Jeetje. En dan is er nog een laatste, wat je hoorde in feite toen ik vertelde over de reviews. Ja. Ik wil ook kijken hoe lang bestaat zo'n bedrijf. Ja, ja. Nou, een andere manier om te kijken van hoe lang bestaat iets, is door te kijken hoe lang geleden is de domeinnaam. Oh, okay. Is dat geregistreerd? We kennen allemaal bol.com. Geen kwaad woord over bol.com op dit moment. Maar bol.com bestaat al jaren. Mm-hmm. En ik kan door middel van internet kan ik opzoeken hoe lang geleden is de domeinnaam geregistreerd. Ja. Want een heleboel van deze nep-websites, webshops, die bestaan maar net een paar weken. Misschien nog maar een paar dagen. Of hoger de maand. Dus waar ga je kijken? Je gaat kijken bij, voor een Nederlandse domeinnaam, klop je in sidn.nl. Ja. En daar kun je de domeinnaam invoeren. Maar je kunt ook who is inkloppen. Dat is goed, een Engels goed woord. Goed Nederlands, ja. In zijn goedste Nederlands. Ja, WHO. WHO.is. Ja. Daar typ je de domeinnaam in. Okay, en dan kun je ja. kijken wanneer is het geregistreerd. Ja, 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 ja. En dat geeft je al een bepaalde feeling van, is dit zo'n iets wat net even vlug is opgericht om mij in de maling te nemen? Ja, ja, of ja. zit hier iets meer achter? Ja, ja, die laatste twee wist ik sowieso niet, hè, van die politie en van die domeinnaam. Ja. Normaal is het met een creditcard of wat dan ook betalen, is sowieso dat je spullen verzekerd zijn. Ja. En ik weet niet of dat dan bij een online aankoop in dit geval zou zijn geweest. Maar dan heb je toch meer zekerheid. Hè? Je hebt wat meer zekerheid. Ja. Maar mijn favoriet voor online betalen is nog steeds PayPal. Ja, ja, ja. En jij, de luisteraars, jullie hebben het allemaal kunnen horen. Ik heb een aantal dingen niet gedaan. En gelukkig is bij mij de schade beperkt gebleven tot 30 euro. Ja, ja. Maar het is idee, wel weer een pijnlijke les. En nu, juist met al deze lockdown-maatregelen, er gaan zoveel mensen nu online shoppen. En mensen die jou willen oplichten, weten dat ook. Perfect, dus perfect. Wees er alert op. Ze hebben het eerder in de gaten dan dat je het zelf in de gaten hebt. En je hebt het nu aan de levende lijve ondervonden. Ja. Ja. Ik zal nog alerter zijn. Ja, 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 ja. We zullen het er niet meer over hebben, want het is pijnlijk. Nee, laten we maar stoppen. Ja, ja, we houden er gewoon mee op. Maar Dat is wel heel fijn. Ja. Nogmaals, heel fijn dat je dat nu zo aangeeft. Want we kunnen er bijna zeker van zijn dat de boel weer op slot gaat. En dan gaan mensen weer veel meer via online bestellen bij de meest vreselijke dingen. Er zijn natuurlijk ook feestdagen in aankomst. Waar mensen heel veel dingen willen hebben en misschien ook wat nodig hebben. Dus het is alleen maar heel fijn dat je dit nog weer eens onder de aandacht brengt. Ja. Heel belangrijk. Nou, dankjewel. Ik hoop dat het heel weinig luisteraars zal overkomen. Ja. Misschien dat deze tips je daarbij helpen. Ja. En luisteraars, heb je een vraag voor ons? Aarzel niet. Stuur een e-mail naar overgeld@streekstadcentraal.nl. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dankjewel. De podcastserie Over Geld is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en de afdeling Noord-Kennemerland van Humanitas.